De Zuidas. Berucht en beroemd. Maar waarom eigenlijk? Wat gaat er achter dit on-Nederlandse stukje Amsterdam schuil? Ik ben Oscar, systemisch coach. Als systemisch coach kijk ik naar het sociale DNA van een organisatie, of in dit geval van een werkgebied, de Zuidas. Welk relationeel weefsel is gezond? En waar storten mensen in? Waar loopt de informele werkcultuur spaak met de formele? En waar gaat de menselijke maat verloren in het behalen van het bedrijfsbelang? In dit systemisch onderzoeksproject ben ik op zoek naar de ziel van de Zuidas. In een estafette nodig ik mensen op persoonlijke titel uit voor een kort gesprek over de werkcultuur en de mens die op de Zuidas leeft. In deze aflevering verwelkom ik Saskia Schepers in mijn huiselijke coachkamer op de Zuidas. Saskia, welkom. Leuk dat je er bent. Wat is jouw relatie met de Zuidas? Ik werk 4 dagen in de week als HR Business Consultant bij Amiel Amro. Ik geef ook business yoga bij de bank. En hoe lang werk je inmiddels? Juni vorig jaar. En ik kom met de trein. En als je dan zo hier bent, wat gaat er dan door je heen? Licht, blijheid, trots als ik naar het kantoor loop. Een gebouw, een omgeving heeft vaak een bepaalde atmosfeer. Hoe zou jij de Zuidas in een aantal kernwoorden omschrijven? Zakelijk, professioneel, ambitieus, energiek, cosmopolitisch, imposant. Het is werelds, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een bubbel, een beetje een tegenstrijdigheid. Het is een stad in een stad, dynamisch, ambitieus, alsof je in New York bent. Je moet een hele prettige vibe hebben, dan zie je het tof om daar onderdeel van te zijn. En als we dan de mensen op de Zuidas zouden beschrijven, de typische Zuidassen, heb jij ook een poppetje uitgezocht? Ja, ik heb een poppetje uitgezocht. Dus ook natuurlijk toen ik hier ging werken, mensen zeiden, oh jee, weet je, dat soort mensen. En dat soort mensen is natuurlijk ook wel... Dit is de zelfgekroonde koning. Je kunt je natuurlijk als je in die bubbel leeft ook een beetje vergissen wat nou eigenlijk je rol is in de maatschappij of wat voor persoon je bent. Dus dit is ook een beetje het beeld dat mensen denk ik bij hebben en die kom ik ook zeker tegen. Wat herken je dan daar? Zelfverheerlijking. Zelf ingenomen. Met zijn eigen mantel. En kijk mij eens even goed bezig zijn. De regels zijn voor andere mensen. En voor mij geldt iets niet of anders. Het is te grappig om deze erbij te pakken. Maar het is niet het merendeel van de mensen. Ik had ook een andere uitgezocht omdat ik dacht, ja, de meeste mensen waar ik mee werk en die ik tegenkom, dat zijn mensen die net als ik gewoon in een professionele omgeving willen werken, zich willen ontwikkelen. Dat is natuurlijk echt iets wat je hier hebt als omgeving met allerlei type bedrijven. Ik denk dat heel veel mensen ook daar gewoon voor gaan, voor de inhoud van hun werk. En hoe zijn we omschrijven als je hem zo ziet? Zelfbewuste professional. Het zijn gewoon het merendeel van de mensen. Goedwillende, samenwerkende mensen die gewoon het beste van maken. En wat is de verhouding tussen die twee? Ik denk 90-10. En als ik hier zo rondloop, denk ik dat het misschien 70-30 is. En als we dan kijken naar de ziel van de Zuidas. Ja. Je kan zeggen dat die eigenlijk in ons allemaal zit of dat we er allemaal een stukje van kennen. En wat zie je dat we op de Zuidas nog hebben te leren? Welke kwaliteit van leven zien wij hier over het hoofd? Wat ik veel zie is dat het moeilijk is om bij jezelf te blijven en dat dat juist nodig is. We hebben heel veel over authenticiteit, maar dat is wel heel belangrijk. Want in een groep ga je toch vaak wel mee in werkdruk. Als iedereen om je heen als een gek werkt, is het makkelijk om daarin mee te gaan. En dan zit ik nog niet eens in een omgeving zoals een consultiebureau waar het up or out is. Dan voelen mensen natuurlijk helemaal niet druk. Het lijkt me heel lastig om dan aan te geven, nou, deze sla ik even over. Ik moet even afschakelen. Ik heb nog iets anders. Ik ga naar huis of ik ga lunchwandelen of ik heb even rust nodig. Ik zit zelf best in een extraverte omgeving. Ik ben zelf introvert. Ja. Dus ik moet echt wel voor mezelf zorgen. Zeggen, ik heb dit nu nodig om fris of effectief te blijven. En als ik niet mijn agenda zou blokken, kun je dag en nacht doorwerken. Zou ik mezelf ook verliezen. En dat is misschien niet iedereen gegeven om die grenzen aan te geven. Het is ook werk wat veel in je hoofd plaatsvindt. Hele vergaderingen, een groot bedrijf betekent ingewikkelde besluitvormingsprocessen. Allerlei samenwerksverbanden waar je van afhankelijk bent. Diverse projecten die langs elkaar heen lopen. Dus wat ik de mensen gun is ook als het spannend wordt dicht bij zichzelf in hun lijf te blijven. Door sport of meditatie. Als je hoog ademt dan activeer je het sympathisch systeem. Waardoor je eigenlijk meer het fight and flight systeem activeert. Ruik ademhalen activeer je het parasympathisch systeem. Dat is rest and digest. En dat zul je zelf moeten inbouwen. Het is ook niet vanzelfsprekend in je werkdag. Dus echt verbinding tussen het hoofd en het hart of het lijf. Dat is iets wat ik de mensen wel zou gunnen. En als we dan kijken op de Zuidas, wat heeft de mens hier wel al begrepen van die reis naar bewustzijn? Het feit dat er wel ruimte is voor yoga en meditatie bijvoorbeeld. Hè. Dat is al lang een beetje uit de hele spirituele sfeer. Mensen hebben echt wel in de gaten dat nodig is om productief te blijven. Ja. Dus ik denk dat dat bewustzijn, dat dat er wel is. Business yoga, ze staan er voor open. Dan merk je dat daar animo voor is. En dat mensen ook toch best uit hun comfortzone worden gehaald en daar gewoon in meegaan. Die stap is er al wel. En als we dan kijken naar de zelfgekroonde koningen. Wat hebben zij nog te leren? Meer nuchterheid. Dat je realiseert dat je het met elkaar moet doen. Dat ze niet meer in die bubbel leven. Ik denk dat er ook meer verbinding is dan ze denken. En misschien ook, zie ik ook wel eens een beetje zelfspot. Dat is ook wel eens goed. En dat gun ik meer mensen. Dat je gewoon wat breder perspectief krijgt in de maatschappij. En waardoor komt die vernauwing dan? Waar je mee omgaat, waar je mee besmet. Dat je natuurlijk alleen maar in de omgeving zit. Allemaal in dezelfde soort studieachtergrond. Dezelfde soort werk. Dan heb je zo niet meer in de gaten. Dat je steeds meer op elkaar begint te lijken. Dat is natuurlijk wat er gebeurt in de cultuur. Als je echt te lang in zit, dan heb je niet meer in de gaten. Want jouw
nog onderscheidt van de omgeving. Ik vind het fijn om elke keer weer een frisse blik te kunnen meebrengen. Dat verlies je natuurlijk als je ergens heel lang in dezelfde soort omgeving zit. En wat hebben de zelfgekroonde koningen er wel begeven? Dat tijden wel veranderen. De hele financiële sector is natuurlijk wel een heel ander soort vaarwater gekomen. Toen mijn bank ging werken, had iedereen daar mening over. Van, jee, een bank. En zeker sinds die crisis vinden mensen daar wat van. Wil je daar wel werken met een omgeving die misschien ellende heeft veroorzaakt? En ze hebben er echt die nasmaak er nog wel bij. Maar dat heeft wat betekend voor de positie van zo'n organisatie in de maatschappij. Hoe zit het met de meerderheid? Wat heeft die wel al begrepen? Dat die wel openstaan voor verandering. Wij zijn nu steeds meer agile gaan werken, op andere manier samenwerksverbanden aangaan. Dat ze wel weer de vleugels uitslaan naar buiten. Minder naar binnen gericht zijn meer. Zien wat er om ons heen gebeurt en wat dat betekent voor je eigen positie. Nou, waar zijn we goed in op de Zuidas? Wat kunnen we hier goed? Daadkracht, wat ambitie. Er zit gewoon energie. En met energie kun je ook dingen bereiken. En als we dan zo het gesprek samenvatten over de ziel van de Zuidas, wat kunnen we daar dan over zeggen? Dat het niet één ding is. Dat het een samensmelting is van allerlei soorten mensen en culturen. Maar wat voor mij de ziel is, ja, toch wel een hele energieke vibe. Ik word daar heel blij van. Ik merk gewoon dat dat voor mij overal het gevoel is wat ik ook elke dag mee naar huis neem. Okay. Geeft me ook weer drive. Ik heb echt wel een behoorlijke drive van mezelf, maar dit werkt wel versterkend. Okay. Oh ja, ga ik knallen. En dan heb ik nog één vraag. Aan wie zou je het stokje willen overdragen? Ik zou het stokje willen overdragen aan Hajo de Boer. Die werkt hier langer en heeft heel veel reorganisatie begeleiden. Hij kan heel wat observeren, hij is nieuwsgierig. Hij is gewoon een leuk collega. Nou, ik ben benieuwd. Kan jij nog een kaartje aan hem schrijven? Ja. Dank voor het kijken. Leuk als je de video deelt. Wil je ook meedoen? Of wil je dit supervette project sponsoren? Neem dan eens contact op. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten.